Yo, beste mensen van het schoolleven, mijn naam is Dardro en vandaag gaan we mijn auto halen. Ik heb iets langer moeten wachten, maar het resultaat zal sowieso aanwezig zijn. We zijn hier bij T-Raps, helemaal in Hammen. Een dikke shout-out naar Audemon die met mij naar hier is gereden. We gaan eens kijken hoe het met een auto gesteld staat. Mateke! What the fuck, man? Mijn auto sloot me zelfs gedaan. Oh jong, dit is een heel andere auto, hè? Zie! What the fuck? Zie je? Oh jong, hoe gek is dat? Met een sticker van Instagram zit er zelfs op. Remklauw gedaan. Geen accenten. Die achterkant, de mond, deze kan ik wel zien. Oh ja. Zo wat logo gespoten. Maar dit is next level, ja. Dit is next level. Ja? Ik weet niet wat ik moet zeggen eigenlijk. Arthur, kom eens. Wat hebben we gedaan, ja? Oh jong. Wat vet, en die sterrenhemel. Ik had eerst bang, want ik heb een witte bekleding in plaats van een donkere bekleding. Maar dat is echt fucking nice. Dat is echt fucking nice. Oh joh. En dan binnenkort is een velgen aankomen. Mooie combinatie. Ja, mooie combinatie. Dat mag nog niet. Nieuwe auto, wat dat roe. Ja, dat is een nieuwe auto. Dat is gewoon een nieuwe auto. Ja, ik ga wel meer opvallen, denk ik. Allee, nog meer. Wat de fuck. Sleutel alles, ja. Kom aan, alsjeblieft. Ik hiermee. Wanneer gaan we de shoot doen? Want elke keer dezelfde. Alleen niet dezelfde, maar ook grijs. Want nu is ook grijs. Ik ga er zien zitten. In mijn eigen auto. Wow. Dat kan niet, joh. Dat kan niet. Dat is echt niet normaal. Dat ik kleurtje in de kamer pas, hoor. Zie je? Ja. Roos? Groen? Oh joh. Dat is wel next level vandaag. Oh ja. Ik weet niet wat ik moet zeggen. De mol. Hij is aan het lachen, ik weet niet wat ik moet zeggen. Oh, dat is verklaren mij gek, hè. Ik hier weer thuis kom. Zot. Dat is vet, joh. Normaal. Die lampjes, die gaan uit als ik hem toe doe. Kwaliteit van de video vandaag is beter dan vorige video's. En die zal vanaf nu altijd zo'n kwaliteit zijn. Ik heb een nieuwe camera vanaf vandaag. De Sony A7 III. Super nice camera. Als ik mij niet vergis, heeft Enzo Knolder eigenlijk zijn beginjaren mee gefilmd. Dat was toen al echt de beste kwaliteit ever. Dus we gaan improven. We gaan naar next level. Dan moeten we nog weten als die nieuwe velgen eronder staan. Ik kan niks verklappen, maar dan... Dit worden mijn wintervelgen en het voordeel is, ik vind hem nu al matchen. Grijs met dat grijs. Er zit ook zo'n beetje donkerder grijs in en zo. Dat matcht allemaal perfect. Dus als ik wintervelgen heb, de meesten die zeggen, oh, mijn wintervelgen, mijn auto is lelijk. Ja, nee hè. Mijn auto blijft mooi, want deze velgen passen daar perfect onder. Dus dat is al positief. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Het enige kut, het is buiten aan het regenen, dus ik laat hem even staan. Ik ga nog eerst eens drinken op het gemak, maar... Ja, nice. Ik kan er niks op zeggen. We hebben nog iemand hier, hè. Ridley, de enige echte is hier ook. Nee, maar ik kan me inbeelden dat er zoiets toekomt. Binnenkort. Bij ja. Lacania Sichalos. Oh, ja. De Cosso gaan jaloers zijn met zijn Ferrari. Ja. Ik ken hoort, wel. Hoort gewoon een magneet. Ja. Mensen gaan gewoon zo plakken op, ja. Op de auto. Hè? Ze zien daardoor en ze denken van what the fuck man. Man met grijze auto. Maar geef toe man, dat is toch wauw. Oh, ja. Arthur, merci. What the fuck? Ik ziet er veel jonger uit. Zeg het? Veel jonger uit. Hij ziet er veel jonger uit. Want het is niet dat een bompaanwagen was. Het is al de XE, dat is de jongere versie zeggen ze. Maar nu... Je kunt niet zeggen, het is een auto voor een Jaguar voor oude mensen, zo niet. Echt patat, en binnenkort, dat is 18 inch, er komen 19 inch velgen onder, dus hij gaat wat beter in zijn kassen staan. Oh ja, echt nice. Echt nice, ik ga echt vet zijn. Ik ga echt vet zijn.
Als we iets naar huis rijden, ben benieuwd. Ja. En nu, ja. Het is klaar, denk ik. Ik denk dat ik met deze auto niet veel meer kan doen. Ik heb een andere kleur, binnenkort andere velgen, sterrenhemel. Mijn eigen auto terug, dat is wel positief. Want... Maat, what the fuck? We hebben gewoon een nieuwe auto, hè. We gaan gewoon de mond volgen. Een mooi vette grijze auto, dus... Mijn eigen auto terug, genieten. Vandaag is Riley de cameraman, kijk eens aan. Hij doet dat goed, hè. Hoofd staat er mooi middenop en zo. Lukt dat goed met dat voorhoofd zo in het midden van het beeld krijgen, meneer Daniels? Ja, met die Belgische wegen. Ik heb andere cameramannen gezien op platte wegen. Dat ging niet veel beter, dus... Eerst gaat... deze is next level. Wel regen jammer genoeg, maar dat maakt niet uit. Dan kunnen we naar de car wash straks. Deze is echt wel... Nu rijden we echt in een dikke wagen, bro. Geef toe. Ja. We kopen een Jaguar. Hetzelfde jaar. Poh, even andere kleuren erop. Wat echt gek. Sterrenhemel. Oh man. Ja, dat is next level. Oké, auto gaan halen. En dat wil ik wel zeggen dat we nog moeten voltanken. Hè. Ja, ik had hem daar eigenlijk leeg afgeleverd. Ik moet hem terug vol. Dan zo meteen naar huis gaan. Dan ga Adam nog uitleg geven voor deze camera. Want dat is toch niet allemaal vanzelfsprekend, zo'n Sony. Dat is heel anders. Die ga ik nog naar Gert, want ik moet die dinsdag helpen verhuizen. Dan komt er ook nog een vlog normaal gezien. Dan ga ik naar de gym. En normaal gezien is alles goed gaan. Ga ik nog trainen vandaag en komt er nog iemand voor mijn andere camera eigenlijk op te halen. Dus ja, ik heb nog veel te doen vandaag. Hier zijn de boys even eten gaan halen. Waar is dat die eet? Calorieën zijn calorieën. De mooie is ook al met zijn worstenbroodjes, hè? Ongelooflijk. Zie je, hopla, wel eens hier roken. Oké, op weg naar huis. De boys lekker eten en ik kan ze een beetje shakes drinken. Kijk hoe shiny, ook een dikke wagen is, hè? Amai, ik dacht al er net dat ik de vogel mee had, hè? Die vogel vloog net voor mijn auto in, dat was gevaarlijk. De mens hiervoor, hè? Geen zever, hè? Die staat hier al te tanken. Van als wij. Ja, van als wij raken. En die deed er net zo teken van. Oftewel heeft hij een hele grote tank. Oftewel heeft hij een hele grote tank. Oftewel gaat hij pompen niet zo snel meer. Maar anyway, op naar huis. Zalig, what the fuck. Wat een camera, wat een auto. Ik mag er van geluk spreken, hè. Ja. Wat is dat aan het eten, Jan? Flippy is wakker. Ik heb niet. Natuurlijk is Flippy. Ja, ik heb niet. Flippy is al lang. Oké, okay, even opruimen. En dan even met Flippy spelen, want hier heb je ons Flippy toch kijken. Zo. Kijk ook. Flippy wordt meegevest in de side. Oké. Ja. Live zijn. Ik sta nu nog in de fitness, dat gaat niet lukken. Hè. Dus dan gaan we dat doen vandaag. En dan rustig mijn werken inkrijgen. En dan morgen de auto weer doen. Amai, frisse lucht. Dat is ook wel eens goed. Amai, misschien zoals die staan. Toch een machine, hè. Holy moly. Maar wacht maar tot als die velgjes veranderd zijn. Dat gaat echt vet zijn. Dat gaat echt fucking vet zijn. Ik ben dus net bij die kameraad, ben ik eigenlijk kleren gaan halen. Ik ben weer verhuisd en er kunnen heel veel kleren niet meer in. Hij is van, ja, kom eens kijken. Hè. Anders dan smijt ik het in de container, als ik mijn vrienden daar plezier mee kan doen. En normaal gezien zou ik nooit tweedehands kleren eigenlijk kopen of aandoen. Maar één is van een goede kameraad. En ten tweede, ja, broekjes en zo om te trainen, ja, dat is nooit verkeerd. En dan waren er toch een paar nice pulletjes en zo ook. Zo van die truien en zo die dat ik heb meegenomen. Dus ja, mijn kleerkast is gevuld. Dus een dikke SO naar de gekke. Hoppa, kijk eens. Hier liggen ze, mijn kleren. Een heel doos vol, hè. Ongelooflijk. Wat daar? Dan zijn ze water aan het pompen. Ik hoor die pomp tot hier. Eigenlijk zit weer wel chill met de fitness, hè. Gewoon daar. Rustig. En daar is dan zo'n doodlopende rotonde. Die als mensen mij willen vinden. Tjaka.
Zo vet eigenlijk. Oké, onderweg naar huis. Ik ga gewoon hier de vlog eigenlijk afsluiten, want ik ga nu gewoon streamen. Voor de rest ga ik eigenlijk weinig doen nog vandaag. Bedankt om te kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Ik zou zeggen, blauwe duimpjes omhoog. Laat weten in de reacties wat jullie van deze videovlog vonden. Deze nieuwe kwaliteit. Laat me ook weten wat je van de kwaliteit vindt, want vanaf nu is het altijd deze kwaliteit op alle series die eraan komen. Op de fitnessserie die eraan komt. Op de podcast. Ja, de podcast van mentaal welzijn tegen pesten en dergelijke meer. De straatinterviews zullen ook met deze camera gefilmd worden. En de vlogs die elke week woensdag om 3 uur op mijn kanaal verschijnen. En ik hoop in de toekomst om meer vlogs te kunnen maken. Om misschien wel ooit in mijn leven dagelijks te gaan vloggen. Maar dat is op dit moment nog niet van toepassing. Maar wie weet komt het er wel aan. In ieder geval, de kwaliteit is er al. Dikke shout-out naar ons mini-kazaar. En de Mido, want de Mido helpt ons kastaar ook wanneer hij zijn vraag heeft. Dus dikke shout-out naar die twee. Bedankt om mij te steunen. Bedankt om mij te helpen. En zeg zoals altijd, flex die biceps. Ook al hebben we vandaag benen getraind. En joejoe!